All right, a new CBS N Originals episode explores the hot-button topic of what's been called cancel culture. It's defined as withdrawing support for public figures and companies after they've done or said something considered objectionable or offensive. Oula, als jij je piemel kan laten zien, nu, 17, dus hier voor jou. En je ziet, kan betekenen, je hebt het. Ja, Pia, wat hier? This idea of purity and you're never compromised and you're always politically woke and all that stuff, you should get over that quickly. You know, that's not activism. That's not bringing about change. Julian Anderweg. Rapper Boef, acteur en rapper Bilal Wahib. Ik was eigenlijk toen ooit een persbericht eruit had gegooid, was ik bijna bang dat hij... Yes. Horen jullie mij goed? Niet rennen. Het moet niet snel zijn en gewoon... Nou, de eerste vraag is nou gewoon... Wie bent u en... Wat doet hij voor beroep eigenlijk? Ja. Ik ben dokter Simone Driessen, zoals dat officieel heet. Ik doe onderzoek en ik geef les aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van media en communicatie. En een van de dingen die ik in mijn onderzoek doe is dat ik kijk naar muziekfandom. En cancel culture speelt daar ook een rol in. Ik probeer het altijd te houden op het feit dat iemand, een persoon of iets op dat moment cultureel geboycott wordt. Dat is eigenlijk een heel chique manier om te zeggen dat het een manier is om iemand anders terecht te wijzen. Dus iemand heeft iets gedaan dat wij niet vinden kunnen. Vaak heeft dat te maken met racisme, discriminatie of seksisme bijvoorbeeld. En dan vinden wij als publiek, dus een hele grote onzichtbare menigte eigenlijk, die vindt daar iets van. I'll show you where they have some nice furniture. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the. Down below. Pull the hell. Die vindt daar iets van en die begint op dat moment een actie om die persoon in ieder geval iets meer in een kwaad daglicht te stellen. In ieder geval om hem of haar enigszins terecht te stellen. I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret. And the words released today on this more than a decade old video are one of them. Dus we gaan ons een beetje zorgen maken over... wat kan er dan precies niet door de beugel en wat kan er nog wel? Dus in dat opzicht is die cancel culture echt eigenlijk ja, afrekenen, zoals het in het Nederlands wordt genoemd, met iets of iemand. Wanneer heb je voor het eerst gehoord over cancel culture? De eerste keer was sowieso in Nederland hier, is het vaak gebeurd, maar eigenlijk met hashtag MeToo is het voornamelijk dat ik dacht van oké, nu is het een beetje begonnen. De onthullingen over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein maken veel los. Beschuldigingen van seksueel misbruik krijgen een wereldwijd domino-effect. Overal staan vrouwen, bekend en onbekend, op en doen hun verhaal. Ook in Nederland spreken ze zich uit op sociale media. Vaak met de hashtag ik ook. Of MeToo, inmiddels meer dan 12 miljoen keer gedeeld en still counting. Het Amerikaanse tijdschrift Time roept de silencebreakers uit tot persoon van het jaar. En daarmee doelt het blad op de vrouwen en mannen die de stilte doorbraken over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Op internet werd de beweging bekend als de MeToo-campagne. Ik heb al de hashtag MeToo getwitterd. Wat? MeToo is eigenlijk een beweging die we vanaf 2017 ongeveer zien. En waar dat startte is dat in de entertainment-industrie, zou je kunnen zeggen, in de filmindustrie bijvoorbeeld... dat je op een gegeven moment ziet dat alle geruchten die rondgingen over bepaalde mensen, dat die op een gegeven moment publiekelijk aan het licht kwamen. Dus dan heb je bijvoorbeeld Harvey Weinstein, producent, regisseur, die beticht wordt van in ieder geval
seksueel getinte opmerkingen. You touch my breast. Oh, please, I'm sorry. Just come on, I'm used to that. Come on. Are you used to that? Yes, come in. Maar ook seksueel misbruik bijvoorbeeld van jonge vrouwen in de filmindustrie. En doordat dat soort kleine zaken eigenlijk ineens aan het licht kwamen, werden er steeds meer vrouwen opgeroepen, of in ieder geval, en die voelden zich ook wel vrijer om eindelijk uit te spreken van, oh, dat is mij ook overkomen. En wat je dan zo interessant bij MeToo ziet, is dat dat niet alleen maar tot de filmindustrie beperkt blijft, maar dat je dat ook ziet in de muziekindustrie, maar ook bijvoorbeeld bij schrijvers, of juist in de tv-wereld. Dus het is een soort aanleiding, zou ik bijna willen zeggen, om de minderheidsgroep van vrouwen, want vaak bij cancel culture ook is een minderheidsgroep betrokken, die dan eindelijk het heft in eigen handen neemt en die zich gaat uitspreken tegen wat er gebeurt en tegen bepaalde figuren in zo'n industrie. We beginnen met de grote ophef over de twee mokro-maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Amagout. In een livestream op Instagram spoorden ze een 12-jarige jongen aan voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel te laten zien. Je komt naar mij, minderjarig. Broer, contant. Hey, Amagout! In maart raakte acteur en zanger Bilal Wahib in opspraak omdat hij een jonge fan aanmoedigde om live op Instagram zijn geslachtsdeel te tonen. Bilal Wahib. Bilal Wahib. Acteur, rapper en presentator van kinderprogramma's Bilal Wahib is opgepakt. Hij wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno. Wahib vroeg in een livestream op Instagram aan een minderjarige kijker of hij zijn geslachtsdeel wilde laten zien in ruil voor geld. En de jongen ging hier uiteindelijk op in. Het morele kompas wijkt af van degene die gecanceld wordt, volgens het publiek dat cancelt. Dus bijvoorbeeld wat je bij Bilal Wahib natuurlijk zag, dat is duidelijk fout wat daar gebeurde. Daar zijn veel mensen het mee eens. Dus in dat opzicht is dat een hele duidelijke reden om gecanceld te worden. Ik vind dat hij het had verdiend dat hij even gecanceld is, zeker. Je moet niet aan een klein jongetje vragen van 12 of ze prima uit zijn broek wil halen. Ja, dat is gewoon dom, niet netjes, heel kinderachtig. Onverantwoord en een stommiteit van de bovenste plank. Ik vond het ook erg vernederend. Hè? Het is letterlijk en figuurlijk een soort van onderbroekenlol dit. Althans, hè, dat beoogt het te zijn. Maar je doet dat met een kind. En die maak je ook nog belachelijk. Alas, kifas, Bilal, Oussama. Waarom? Bepaalde dingen doe je niet. Ja, begrijp je? Bepaalde dingen doe je niet. Hij had beter moeten weten. Ja. Als ik Bilal Wahib zeg, wat zeggen jullie dan? Pedo. Pedo? Ja. Walgelijk toch? Ja? Ja toch? Wat je dan ziet is eigenlijk dat mensen in ieder geval voor een korte tijd, misschien wel voor langere tijd, dat ligt ook aan de mensen die erbij betrokken zijn, maar in ieder geval voor korte tijd wordt zo'n artiest eigenlijk in het spotlicht gezet en op de meest negatieve manier denkbaar. Dus alles wat die persoon doet, zegt, et cetera, is fout. En zelfs al hangt hij daar een soort publieke excuses aan, dan is dat nog lastig om daarvan terug te komen. Instagram en Facebook hebben acteurs Bilal Wahib en Oussama Amagout voor altijd geblokkeerd. Vanwege hun livestream dinsdagavond. Daarin moedigde Wahib een minderjarige kijker aan zijn geslachtsdeel te laten zien. Wat de jongen uiteindelijk ook deed. En dat is in strijd met de regels van de platforms. Om diezelfde reden krijgt Wahib ook geen Edison Pop, laat de organisatie van de muziekprijs weten. Zijn single Tigers was door de jury verkozen tot winnaar in de categorie Beste Nieuwkomer. Hebben jullie er wel eens mee te maken gehad? En hoe is dat ontstaan en wat waren de gevolgen? We hebben dus zelf niet direct mee te maken gehad dat we gecanceld zijn, maar we hebben wel een artiest gehad die bij ons was, die gecanceld is geweest. Dit is ook in de krant gekomen. Het ging over Julian Anderweg heette hij. Dat was een kunstenaar. Er is een groot artikel van in het NRC. Eigenlijk werd deze jongen die met ons samenwerkte, die werd helemaal niet genoemd, maar wij wisten toevallig de ins en outs dat hij het wel was. Toen hebben we eigenlijk een bericht naar buiten gestuurd dat wij onze samenwerking met hem stopten. Uiteindelijk het gevolg van het hele artikel en van het hele online gebeuren is geweest dat hij
Nieuws zijn dan, Hila, over een Nederlandse kunstenaar die een groot aantal vrouwen misbruikt zou hebben. Ja, vandaag groot artikel verschenen in NRC over de 34-jarige kunstenaar Julian Andeweg. Hij zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, aanranding, geweld en stalking. Zo'n 20 slachtoffers doen nu hun verhaal. En dat misbruik begint volgens één van hen al in zijn tienerjaren. En een ander noemt hem ook wel de Harvey Weinstein van de Nederlandse kunstwereld. Als je toevallig laatst in toen ik hem vriendelijk aan het gevraagd dat hij het pand wou verlaten. We willen voorkomen dat mensen zich onveilig voelen. En ik denk dat als je gecanceld wordt, dat dat ook wel heel erg lastig is voor die mensen zelf. Om soms misschien te zien wat ze fout hebben gedaan. Nee. Op dat moment, ik krijg zoveel kritiek op social media. Ik voel mij aangevallen, ik voel me een gebeten hond en ik ga reageren. Maar bijvoorbeeld ook wel dat het ze echt emotioneel raakt. Ik zie nu alles om me heen gewoon instorten. Dus eigenlijk gewoon alles. Mijn moeder, dat jongetje, mijn hele familie stort in. Wat vond je moeder? Wat heeft ze gezegd? Nou, ja. Wat ze heeft gezegd, ik kwam binnen en ik... Ze moest gewoon huilen, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ik denk dat je echt wel van steen moet zijn eigenlijk om niet geraakt te zijn als ineens heel veel mensen tegen je zijn. Maar daarna is wel echt, denk ik, een half jaar onder de radar geweest, veel binnen gezeten. Het is ook iemand die te veel onder invloed was van alcohol en dat soort dingen. Dus hij is ook in therapie geweest en weet ik wat allemaal. Dus hij heeft het wel zwaar, ja. Ik was eigenlijk toen we ooit het persbericht eruit hadden gegooid, was ik bijna bang dat hij op een gegeven moment een einde aan zijn leven wou maken, omdat hij zo erg in paniek was, zeg maar. Dus dat is wel mijn grootste angst, maar dat is gelukkig niet gebeurd. En dat zou ook wel van hem een beetje laf zijn, vind ik eerlijk gezegd. Klaar, avond verpest. Band is lek. Daar gaat de laatste show. Kunnen het vergeten. De nieuwstrend, Lambert, ophef over een rapper? Ja, want rapper Boef ligt nog steeds flink onder vuur. Enkele radiostations en DJ's hebben Boef in de ban gedaan. Vertel eens wat er aan de hand is. Ja, met Oud en Nieuw stond hij met een lekke band aan de kant van de weg. En hij wordt geholpen uit de brand door drie vrouwen die hem om 8:00 naar huis rijden. En dan plaatst Boef dit filmpje op Snapchat. Iedereen die bij mij wacht op Cesar. Sorry, je ziet dat mijn band is lek. Oula, ik kan niet naar mijn laatste show. In de lul, die wachten. Gelukkig nieuwjaar. Geen slecht aan mij. Nieuwjaar is niet gelijk met chaos. We are f***ed, my friend. We are f***ed. Vraag me niet hoe ik hier ben beland. Echt, ik snap het zelf ook. Is hier erg aan? Nou, iedereen valt over dat woordje kegs wat je in de tekst zag staan. Dat is namelijk straattaal voor hoeren en dat is behalve ondankbaar ook nog eens heel vrouwonvriendelijk. Zeker na het zien van Boef's filmpje daarna op Instagram, waarin hij uitlegt waarom hij die helpende dames nou kegs noemt. Oké, even een opmerking voor al die kegs. Je weet toch, want ik heb een paar mensen boos gemaakt omdat ik kegs zeg. Maar, wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes om 8:00 jongens, wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een keg, ja? Maar ga niet, als je een keg bent, boos worden als ik je een keg noem, want je bent een keg. Klaar. Een Vlaamse DJ kondigt op Twitter een boycott aan op muziek van Boef. Mattie Valk van Q-Music doet hetzelfde. En het radiostation Hit Radio zegt ook zijn platen niet meer te zullen draaien. Oké, en dat zou hij dan gaan voelen in de portemonnee. Wat je dan ook ziet is dat mensen dus stoppen met naar zo'n concert gaan of naar een festival gaan. Maar ook dat een label bijvoorbeeld, het muzieklabel dat erbij betrokken is, dat die hun handen eraf trekken. Dus dat zo'n manager zegt van we doen nu een publiek excuus, maar daarna zijn we even klaar met je. Dus die mensen, hun carrière wordt eigenlijk gewoon tijdelijk stopgezet. Ik even wil zeggen, ik heb niks tegen vrouwen, want nu word ik neergezet als een vrouwenhater. Terwijl ik ben een vrouwenliefhebber, ik hou van vrouwen, ik vind vrouwen mooi. Ik wil niet straks dat alle vrouwen in Nederland mij straks haten. Maar je ziet dat er ook lastiger, of in ieder geval dat het lastiger wordt voor zo'n artiest, om die fans eigenlijk weer een soort van op zijn hand te krijgen. Dus ik vind dat wel interessant, dat dat een heel direct gevolg kan zijn op meerdere vlakken. Dus niet alleen maar financieel, maar ook sociaal.
En ook wel misschien een langere termijn carrière van zo iemand. Want hoe kom je terug inderdaad van het moment dat je gecanceld bent, totdat je muziek weer eigenlijk gewoon geaccepteerd wordt en je weer op festivals mag spelen? Dat wil ik even terzijde zeggen. Vind je vrouwen gelijkwaardig aan mannen? Tuurlijk, dat is zeker. En daarom sta ik ook hier. Ik heb iets gezegd wat ik niet had moeten doen. En hierbij ben ik om mijn excuses, oprecht mijn excuses hiervoor aangekomen. Heeft Ari jou gebeld? Vaka bro, waar ben je? Wat ga je doen? Bro, ik weet het niet, de media die geeft me snoer. Oh ja, ik heb gehoord, je hebt geen shows meer. Als dat zo doorgaat, dan ben je morgen ook skeer. Ja bro, wat ik gedaan heb, dat was stom en dom. Want nu kan ik niet meer vliegen via Corendon. Dus nu ga ik vies betalen voor een beetje zon. Dus deze zomer ben ik wit als je me tegenkomt. Misschien kop ik wel een biertje als ik op je feestje kom. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Als je met poezen fokt, ben je de gebeten hond. Het is mijn eigen schuld, maar dingen zijn een beetje krom. Ik vind het raar, man, weet je wat ze doen? Neef, ik word gecanceld door een festival die niet geboekt heeft. Ik word gecanceld door de radio die mij nooit afspeelt. Ewa ja, dat is wat er zich nu afspeelt. Best.